Welkom lieve mensen bij een nieuwe video van Dierenpraat TV bij Pippi's Opvang op Curaçao. Ik heb net alle paarden en ezels uit de tuin gehaald, uit Paddock Paradijs. Dit is ons Paddock Paradijs. En ik heb de hondentuin van Lucas en Pantera schoongemaakt. Ze hebben al heerlijk gerend. Ze hebben het echt heel leuk gehad. En nu mogen ze weer naar binnen. De tuin is helemaal geharkt, de bakjes zijn afgewassen, eten staat klaar. En hier zijn ze. Dit is Pantera. Pantera is een hele lieve hond. Die liep met heel veel kapotten op de weg. En daar had ik meerdere meldingen van gekregen. Heel die oren stonden helemaal bol en zo. En ze had hete olie over de rug heen gekregen. Dat doen ze wel vaker bij een snack. En dan... Ja, dat is echt heel zielig. Dan willen ze niet dat die honden nog komen schooien. En dan gooien ze die hete olie eroverheen. Dus Pantera is altijd een beetje bang van mensen. Ze heeft ook apenbloed, want ze kan heel goed klimmen. En Lucas, die liep op een hele drukke weg hier op Curaçao, bij Villa Park Girouette. Kijk, de tuin is helemaal netjes gehaard. Ik heb een bakje eten klaarstaan. Ze hebben allemaal weer vers drinken. Ik heb voor de bijtjes ook drinken weggezet, want die komen hier heel vaak drinken. Dus die heb ik nou op de bench gezet. En dan doe ik ze helemaal tot de rand vol, zodat ze niet verdrinken. En dan deze bakjes, die doe ik wat lager vullen. Zodat de bijtjes daar niet kunnen drinken, dat de honden daar geen last van hebben. Nou, dan krijgt Pantera een bakje eten. Ze geeft altijd zelf aan waar ze wil eten. Waar wil je eten? In het huisje vandaag. Lucas, kom. Lucas. Pantera eet. En Luc, kom. En dan krijgt Lucas hier eten. Smakelijk eten. Is wel leuk, want deze hebben alle twee een hele bijzondere rug. Dit is van een Rhodesian Ridgeback. Meerdere West Pointers op Curaçao hebben dat. Hij heeft ook wel het formaat van een Ridgeback hoor. Hij is echt een grote jongen. En Pantera heeft dan natuurlijk haar litteken op de rug. En dat is eigenlijk een heel zielig verhaal. Smakelijk eten, schatty. Nu gaan Zus en James los. Zus en James zijn van Playa Canoa. En die waren met mama. Met allemaal puppies waren ze daar. Een aantal broertjes en zusjes zijn al herplaatst. Deze twee waren te schuw gebleven. Dus die zijn altijd bij ons gebleven. En die hebben nu ook echt hun eigen tuin hier zo. En ze hebben helemaal een draai gevonden. Ze vinden het super fijn hier. Die gaan we ook nooit herplaatsen. Die blijven we altijd op het rescuecentrum wonen. Nou, nu ga ik even de waterbakken verschonen. Poepjes wegscheppen. Ik ga de tuin even harken. Eigenlijk moet ik ook even snoeien hier zo. Want er is allemaal beplanting aan het doorkomen. Dus dan wil ik altijd wel... even weggesnoeid hebben. En het hokje ga ik rechtleggen, het zaagsel ga ik rechtleggen. Bij ons slapen de honden op zaagsel, omdat dat een natuurlijk product is. Wat gewoon op transport mee kan met de wagen, met de poep. En die mest en het zaagsel verkopen we dan weer. En dat wordt op plantages gebruikt om de palmbomen en zo voeding te geven. Dus dat is nu mijn taakje in de tijd dat de honden lekker loslopen. Ze liggen daar lekker te chillen. James, zus, komen jullie? Let's go. Kom. Tuintjes klaar. Ontbijt is klaar. Je kijkt gewoon, de buiten is opgeduikt. Kom maar. Wij kunnen ze dus in principe niet zomaar aaien, want dat vinden ze best wel erg. Maar ze hebben dit ook geleerd. Ze weten gewoon, let's go is naar binnen. Let's go. Dan gaan ze keurig netjes naar binnen. Hi, Susie. Helemaal ontspannen, geen stress. Gaan ze lekker eten. Waterbakken. Snoeien heb ik maar niet gedaan, want anders kom ik tijd tekort. Maar dat is een leuk middagklusje. Bedje is weer helemaal opgedekt. Bakje brokjes staat klaar. Kijk, en nu zijn ze dus best wel bang. Ze weten ook, als ze behandeld moeten worden, moeten ze even in het hoekje gaan zitten. Nou, dat is nu niet nodig. Ik ga ze nu even een ei geven. Ja, dat vinden ze dus heel eng. Je ziet heel duidelijk dat tongelen, dat tong heel tijd uitsteken. Dat is een stresssignaal. En je, vaak ook het pootje omhoog, dat deed ze ook een beetje en helemaal dat in elkaar kruipen. Dus dat ze toelaat dat ze geaaid wordt, wil niet zeggen dat het goed is voor haar. En James ook. Kijk, je ziet helemaal duidelijk dat tongelen, dat is echt een stresssignaal. En helemaal dat kruipen, je zag het pootje ook omhoog gaan. Heel braaf hoor. Ze zijn al helemaal grijs aan het worden, mijn schatjes. En dit zijn dus hondjes die in het wild zijn geboren van een wilde moeder. En zij hadden schimmel. En daardoor hebben ze niet genoeg kunnen socialiseren en nu blijven ze lekker hier wonen. Niet alle hondjes lukt het om ze als huishond te krijgen. En daarom hebben ze hier gewoon hun eigen plekje.
met uitzicht over het hele paddockparadijs. Ze zitten heel vaak hier zo op de tafel. Dat vinden ze echt leuk om te kijken wat er allemaal gebeurt. Zo, ik doe de tuin weer op slot. Haakje eraf. En dan gaan de volgende hondjes los. Dat is interessant. Ben je met de buiten aan het spelen? En het is heel leuk, want ze hebben heel veel verschillende geurtjes. Want hier lopen natuurlijk normaal gesproken altijd de varkens, de paarden, de ezels, de kippen. Dus dit is een heel interessant avontuur voor ze. Normaal gesproken in het regenseizoen staat die poel helemaal vol met water. En deze ook, maar het is extreem droog. Dus... gaat lekker op onderzoek uit. Ik loop hier gewoon lekker even met hem mee. Het is een beetje wat vertrouwder als iemand meekomt. Leuk hè? Al die geurtjes. En dat snuffelen, dat is heel goed voor een hond. Daar raken ze lekker ontspannen van. Het is eigenlijk gewoon een groot snuffelparadijs. Santos braaf, goed zo. Kom Nacho. Nacho, kom. Nacho heeft er altijd een handje van om in de deuropening te blijven staan. Maar dat geeft mij een beetje stress, want Shrek mag absoluut niet bij de andere ezels terechtkomen. En Nacho doet dat heel erg op zijn gemakje altijd. Kom maat, loop ze door. Dan komt hij helemaal zelf. Maar dan gaat hij altijd hier nog even zo op zijn gemakje wachten. Nou, dan zijn ze weer binnen. Shrek die mag dus niet bij de andere ezels, omdat hij heel erg gaat vechten en hij is nog een hengst. Nacho en Ziggy die staan hier zo overdag. Die mogen s'nachts in het paddockparadijs, s'avonds en s'nachts. En Santos die eet lekkerder hier zo uit de voerbakken. En hier zo krijgt alles uit hooinetten te eten, maar hier heeft hij wel meer beweging. Dus daarom wisselen we dat ook af. Lief is al lekker boefje aan het zijn. Sarah is een fietsje, de rechter is mama en dit is dochter. En daarachter, rechtsachter, staat haar zoon en daarnaast staat Star. Jip heeft net een grote plas gedaan. En daar loopt Sil. Hi Sil, goedemorgen. Hoe is het met jouw lieve meisje? Hoe is het met mijn lieve meisje? Ik ga nu even alle honden checken, checkronden. Die doen we 5 keer per dag. Om te kijken of alle dieren gezond zijn en lekker in de vel zitten. Of alles in orde is. De varkentjes die liggen daar al klaar voor de ontbijt. Want dan gaan ze daar zo via het paadje omhoog. En dan kunnen ze daar in de hoek kunnen ze eten. Loop je moeilijk varkie. Lekker eten. Ga maar lekker ontbijtje eten. Dit hebben we zo, zodat de ezels er niet bij kunnen. Dat ze veilig kunnen eten. Ja, ga al weg. Hey. Hallo, ben je zo blij? Goedemorgen. Colaatje. Cola heeft een smetvlekje op haar hoofd. Vaak krijgen ze een heel klein wondje en dan gaan ze daaraan krabben. Dan komt er een bacterie in en die gaat heel erg jeuken. Dus dan doen we dat met betadine schoonmaken en dan hier wordt die dermzalf erop. Maar Cola vindt dat heel eng, dus ze wordt helemaal paniekerig daarvan. Dus dan moet ik altijd even heel voorzichtig doen. Een meisje. Makker is helemaal blij. Pak hem. Goed zo. Heel veel energie deze ochtend.
elke ochtend als ik wakker word, dan doe ik Bowie's luier verschonen. En die doe ik ook om 12 uur. En meestal ook ergens in de middag nog. Kijk altijd als die luier, dan kan je gewoon voelen of die bijna vol zit. Doe ik hem ook nog een keer verschonen en 's avonds net voordat ik ga slapen. En Bowie is heel erg verwend. Hij vindt het altijd zo lekker dat kriebelen. Dan gaat hij helemaal zo met zijn pootje. Want hij kan natuurlijk zelf niet echt krabben, omdat hij die stompjes aan de achterkant heeft. Dus ik doe altijd, als ik zijn luier aan het verschonen ben, lekker even kriebelen. Dus hij vindt dit ook wel een fijn momentje. Maar Bowie is dus heel erg verwend. Hij heeft nieuwe rompertjes gekregen. Dit is zijn nieuwe. Nou, dat zien jullie wel. Helemaal met de opdruk van het zwemmen en wandelen met paarden en ezels. Hier hebben we ook t-shirts van inmiddels. Die verkopen we. Die zien er echt zo leuk uit. En dit is de oude. Deze hebben we van Paul Elfstak gekregen. Maar die is echt helemaal versleten. Je ziet de sticker er bijna niet meer op zitten. Er zitten allemaal gaatjes in. Hij is helemaal uitgelebberd. Dus deze die kan de prullenbak in. En dan hebben we een hele nieuwe set. Met allemaal nieuwe rompertjes voor Bowie. Dus daar zijn we echt heel blij mee. Was ook echt hard nodig. Dus die heeft weer een hele nieuwe garderobe. Dan kan hij weer helemaal knap. Nou, hij gedraagt er ongeveer 3 per dag, dus we hebben er aardig wat voor nodig. En dit is een medical shirt. Die worden normaal gesproken gebruikt als een hondje net geopereerd is. Bijvoorbeeld voor een sterilisatie of zo, dan moeten ze een paar dagen lang zo'n shirtje aan, zodat ze de hechtingen er niet uit likken. Tommy, ik hoor jou. Hier ook nog een. Deze heeft hij laatst ook gekregen. Die is ook heel schattig, een zebraprintje. Dus hij heeft hier zijn hele eigen krat met allemaal rompers erin. Met een paar shirts eigenlijk. En hier heeft hij van die dragbags en hij heeft nog een tuinbroek. Die zit er ook nog in. Meerdere zelfs. Kijk, dat is voor als hij in de tuin gaat. Dan kan hij met zo'n zitje. Krijgt hij die om. Staat hier ook heel leuk zijn naam op. Maar die is ook al best wel oud. Dus, en dan hier zo staan al zijn luiers. Hij past alleen kruidvatluiers. Maat 6 met plakstrip, dat zijn echt Bowie's luiers. Dus die halen we altijd helemaal speciaal uit Nederland. Want je hebt ook speciale hondenluiers. Maar dat past niet. Die gaten die zijn veel te groot bij die billen. Waardoor dat, de drollen er gewoon uitvallen. Dus niet echt heel erg over nagedacht. Dus daar heb ik niet zoveel aan. Nou, dan gaan we je schone luier aan doen en je nieuwe shirtje. Bowie is beestjes aan het kijken. Waar zijn de beestjes? Zie je beestjes? Ja, je gaat ook altijd helpen beestjes kijken. Dan gaan ze vliegertjes, kakkelak, van alles en nog wat. Soms een muis. Ja, gaan jullie beestjes zoeken? Nu zijn we alweer gekomen aan het einde van de video. Ik wilde jullie nog heel even onze nieuwe shirtjes laten zien. Dit is de rode. Met aan de voorkant dit embleempje. We hebben ze vanaf maat XS tot XXL. Ze zijn te bestellen op onze website via de merchandise bij de donatieshop bij www.pippiesopvang.com. Uiteraard zijn de shirtjes, de hele opbrengst is voor het goede doel. Dus daar gaat de inkoop af en de rest is allemaal voor de beestjes. Dus je sponsort daarmee het goede doel. En deze, de Royal Blue, die is in maat S. Omdat deze niet meer leverbaar was in de turquoise kleur, hebben we deze voor de S'jes in Royal Blue besteld. Dus ik hoop dat jullie ze leuk vinden. Ik hoop ook dat jullie genoten hebben van de video. En tot de volgende keer. Veel liefst uit Curaçao. Doei!